vandaag zondag en vandaag hebben wij besloten, of tenminste hadden we van de week al besloten met Manon, om vandaag naar Sprookjes Wonderland te gaan met Ilay en de kinderen en Maarten en Tween. Dus dat gaan we vandaag doen. Ilay die zit nog even op de PlayStation, helemaal erin zoals je ziet. Gaat het goed? Ja. En Janae, die is hier met de bal aan het spelen. En zoals je ziet, hebben wij een nieuwe deur. Die zal ik ook gelijk even laten zien. Kijk, dit is onze nieuwe stalen deur. Die is geplaatst door mijndeurvanstaal.nl, zo uit mijn hoofd. Dat is in ieder geval hun Instagram. En dit is hem geworden. We zijn er echt zo ontzettend blij mee. Nee, hij past echt perfect in de ruimte. Ze hebben hem heel mooi afgewerkt. Ze hebben hem met van die afwerkstrippen hier langs. Zodat je ook geen spatie of zo ziet. En we zijn gegaan voor deze deurhendels. Ja, zodat je hem gewoon op deze manier open kan trekken. En de kinderen eventueel ook. Het is een hele zware deur. Dus het voordeel is dat je hem niet, zeg maar, dicht kan gooien. Dus we laten hem meestal gewoon zo op een kiertje. En als de kinderen hier zijn, dan doen we hem dicht. Dus dit is onze nieuwe deur. Ik zal hem ook eventjes van de andere kant laten zien. Jawel. Zo ziet hij er van de andere kant uit. Let niet op de troep. Maar ja, we zijn er echt heel erg blij mee. Ik vind hem mooi. Ja, vind je hem mooi? Ja. Maar goed, dit is hem dus van de andere kant. Oh, wil je een knuffel van mij? Een kusje. En een kusje. Oh, nou heb je een beetje lipgloss op je mond. Maar werkt niet uit. Lipgloss maakt niet uit. Heb je ook lippenstift? Nee, dat niet. Ze hebben trouwens, bij mijndeurvanstaal.nl doen ze één keer in de zoveel weken, geloof ik, doen ze leuke winacties. Dus dan kun je letterlijk een stalen deur winnen. Dus ik zal eventjes hun Instagram in de beschrijving zetten, want volgens mij komt er binnenkort weer een winactie aan. Ik denk dat ik het ook wel even op Instastory anders laat weten, want ik kreeg daar heel veel vragen ook over. Want ik had hem op Instastory ook laten zien. En toen dacht ik van ja, hoe leuk is het als je dus zo'n stalen deur kunt winnen. En dat kan dus via hun Instagram. Dan kun je volgens mij meedoen en via Facebook. Dus ja, dan doen ze gewoon zeg maar zo'n loting trekken en dan één persoon die kan dan die deur winnen. Dus dat is wel heel gaaf als je dus kans wil maken op zo'n mooie stalen deur. Ja. Ja. Oh ja, die is leuk, Ilay. Dit hoort er precies bij. Ja, past er mooi bij. Vandaag heb ik dit jurkje aan. Die is van Zara. In een van de vorige vlogs hebben jullie ook de bruine variant hiervan kunnen zien. Die lijkt in ieder geval heel erg hierop. De tasje is ook van Zara. Vond ik wel leuk. Echt zo'n nude kleurtje. En dan heb ik zeg maar mijn nieuwe sneakers van mijn schoenencollectie hier onderaan. Dit is de Ingeborg, maar dan in het wit. Ik moet ze alleen nog eventjes strikken, maar dat doe ik in de auto. Maarten die zit al ongeduldig in de auto te wachten, dus we gaan nu. Hebben we er zin in? Ik heb er zin in. Yes! Janae, goed zo. En dan kan je het is zo rustig, we kunnen gewoon voor de deur parkeren. We zijn ook 10 minuten te vol. En dan kun je daar ergens kijken en dan zag ik gewoon een weg. Ilay, wil je anders hier gaan werken? Nee, maar het was dan gewoon een broodje. Gaan we zo'n broodje eten? Ja. Gewoon een hek gekomen. Terwijl die daar niet staat. Hij stond daar nog helemaal niet. Ah. Nou, we krijgen dus echt een rondleiding hier van Ilay. Jongens, zullen we weer gaan? Nou, we zijn echt lekker vroeg. Ja, even wachten tot mijn nonnen en twee er ook zijn. Oh, hier. Oh, nee, geen broodje voor Elling. Nee, hierin. Ja, zullen we? Ja. Hier. Oh, oké. Okay. Eerste rondje in de auto. Hi. Naar wie zwijgen? Oh, Ilay die is aan het rijden, aan het sturen. Goed hoor, Ilay, goed insturen. Hij kan ook zelf. Goed zo. Heel goed. Ja, alleen een rijbewijs. Jij hebt zeker al je rijbewijs. Nee. Vind je het leuk, Janae? Ja, hi. Ze zitten alle plantjes te zwaaien. Helemaal. Ja, goed hoor. Kijk eens, lekker kijken met Janae. Oh. Trilt helemaal. Waar zijn de konijntjes? Dat is een cavia. Maar daar is een konijntje, kijk. Die.
Maarten die is ook echt een grote dierenliefhebber. Not. Die is helemaal fan van konijnen. Oh. Hè? Dit is echt te schattig. Altijd gaat ze samen met hem lopen. Nou, de rest is ook gearriveerd. Hallo! Twee manon Nela en mijn moeder en Maarten zijn nu in zo'n attractie met Eli. Want daar mocht Janene in. Die is net even wat te klein. Tjoekie tjoek! Nee? Oh. Zitten we dan hoor? Eli? De grootste kip. En Nela die deed het meest van. Ila zegt, oma vind je het eng, ze zitten met z'n allen erin. Twee rustig ademen. Wij letten wel op de kindjes. Huh? Nela die is voor het eerst ook niet bang. Ze zijn eigenlijk niet meer bang voor me. Nee. We zijn wel eigenlijk matties, toch? Ja. Ga je zwemmen? Ga je zwemmen naar mama? Waar is mama? Ga maar zwaaien. Your presence in too long. Wake up, wake up, wake up. Time to feather in your songs. I haven't felt your presence in too long. Echt super schattig. Dwayne en Nela die zitten er nu al op. Waar zijn ze? Daar achter de boom. Ze heeft ook echt goed vast. Oh, daar hebben we Cisco. Oh, goed. Gaat het goed, Eli? Gaat het goed? Vind je het leuk zo in het water? Echt schattig. Het is de volgende dag en ik ga zo, het is nu al wat laat op de middag, ik ga zo vertrekken naar Amsterdam. Want daar heb ik de boeklancering van het tweede boek van Jamie Lee. Hij heet No Filter, dus ik ben heel benieuwd. Haar vorige boek was ook echt heel gaaf. Echt zo'n lekker doorleesboek waar je gewoon, nou ja, ik was volgens mij binnen 2 dagen of zo had ik hem uitgelezen. Dus het is echt een heel leuk boek. Dus ik heb me net klaargemaakt en ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb namelijk deze top aan, die is... van Naked. Broek van Topshop. En gewoon mijn slippers van ASOS eronderaan. En dan dit tasje van Zara. Mijn krullen willen ook eindelijk weer een beetje meewerken. Het is vooral zeg maar gel wat ik nu erin heb gedaan op waterbasis. En dat werkt wel goed. Maar ja, aan het eind van de dag is het gewoon nog uitgezakt bij mij. En dat is een beetje balen. In de tussentijd. Oh, wil je jezelf zien? Ja, in de tussentijd zit je nee hier. Ze is een beetje moe. Gaat zo eten met papa en dan ga je daarna lekker slapen, hè? Mm-mm. Ik zie je titi. Ik zie je titi. Nee. Nee? Je titi. Doe gauw je rompertje dicht. Zo, weer omhoog. Goed zo. Zo. Ja. We gaan kijken. Oh, je wil kijken. Ga maar zwaaien naar jezelf. Hey. Lief hoor. We gaan ook. Oh, ja. Ik moet dit kamertje echt opruimen. Maar ik heb gewoon geen kast waar ik al mijn spullen in kan doen. Dus telkens als ik dan een shirtje nodig heb of ik zoek iets, moet ik in die dozen. En dan zijn, ja, ligt alles weer overhoop. Ja, ik moet nog even qua indeling goed kijken hoe ik die IKEA-kast wil hebben. Maar ik heb er gewoon nog geen tijd voor gehad. Echt zo stom. Ik heb net McDonald's gehaald voor onderweg. Ik heb zo'n iced frappé met koffie karamel. Die is heel lekker vandaar. En een veggie McChicken. Ik moet alleen even kijken hoe ik dat ga eten. Ik kreeg trouwens de vorige keer onder mijn vorige vlog, zeg maar, krijg ik heel vaak de vraag van welke nummers draai je allemaal in de auto die je dan bijvoorbeeld in de vlog hoort of op Insta-story. Ik heb dus mijn eigen playlist, zeg maar, aangemaakt via Spotify. Dus ik zal wel even een linkje daarvan in de beschrijving zetten. Ik voeg er echt wekelijks, voeg ik gewoon lekkere tunes eraan toe. Die op dat moment nieuw zijn of die ik weer herontdekt heb, zeg maar. Dus als je het leuk vindt, dan kun je me dus volgen via die playlist. En dan, ja, kun je gewoon al die nummers een beetje in de gaten houden. Of dan voeg ik weer nummers toe
die ik gewoon op dat moment heel chill vind. Dus ik zal het eventjes in de beschrijving zetten. Sorry Starbucks, maar ik denk dat ik deze lekkerder vind dan die van de Starbucks. Terwijl ik echt fan was van die van Starbucks. Altijd als we naar Schiphol gingen, dan was het zeg maar standaard ritueel, of is het standaard ritueel van Maarten en mij om zo'n ijskoffie te nemen. En dan meestal neem ik die karamel, dus die koffie-karamel smaak. Nou, we zijn er. Ik heb een plekje op 200 meter afstand van waar ik moet zijn, dus dat is goed. Ik hoop alleen dat ik hier mag staan. Ik zag nergens een bordje of zo dat het niet mocht. Er stond alleen iets met op kenteken of zo. Staat hier achter een bordje. Nou, wat stond er nou? Kenteken, automaat of zoiets. Stond erop. Dus ik denk dat het wel kan. Ik zit vast. Handig. Nou, ik denk dat ik daar nog wel even vlog. Dus ik ga nu naar binnen. We zijn er! Dat is het. Het gaat niet om mij vandaag. Nee, vandaag gaat het om jou. Morgen ook niet. Weer thuis, maar het is helemaal klaar om te slapen, denk ik. Oh, retro. Voor work. Ik ga morgen ook nog even verder vloggen, want ik ga morgenochtend vroeg naar Kaatsheuvel helemaal. Zodra ik de kinderen heb afgezet, want ik heb wel een leuk nieuwtje denk ik voor jullie. Er komt een nieuwe collectie aan met Tango Shoes. Dus morgen is dan de designdag. Het wordt een winter of een herfst/winter collectie. Dus dat is ook wel handig. En het worden dan denk ik voornamelijk boots. Heel misschien ook een sneaker. Maar moet het wel een beetje winterproof zijn natuurlijk. Maar ja, dat ga ik morgen designen en in hoeverre ik jullie mee kan nemen, neem ik jullie mee. Dus ik ga nu ook nog eventjes een beetje inspiratie opdoen voor mezelf. Dat ik morgen ook echt goed weet van oké, dit is wat ik ongeveer wil. Volgens mij worden het 4 à 5 paar schoenen weer. Ja, ik heb er zin in. Oh ja, en de Sage sneaker. Ik had in een Insta-story doorgegeven dat die niet meer terug zou komen. Maar we kregen zoveel vragen naar dat hij wel terug gaat komen. Dus dat is die... met verschillende kleurtjes. Dus wit, beige, zwart. En een beetje een... Ja, nog een nude kleurtje wat erop zit, zeg maar. Die sneaker, die komt weer terug. Ik zal hem wel even hier in beeld brengen anders. Dus mocht je die willen bestellen, die is... Zodra deze vlog online komt, kun je al, zeg maar, via de link... Die zet ik ook wel even in de beschrijving. Kun je je aanmelden dat je een mailtje krijgt zodra die weer beschikbaar is. Dus dan kun je hem dan bestellen, zeg maar. Ja, ik vlog morgen weer verder. Het is de volgende dag. Ik heb net de kinderen bij mijn schoonmoeder gezet en op school, Eli dus. Ik ga zo vertrekken. Ik zit alleen nog even te kijken wat ik ga eten. Ik heb net al een banaantje op, maar ik heb meestal 's ochtends niet super honger. Dus dan neem ik gewoon een cappuccino of zo. Dan zit ik voor in de ochtend in ieder geval al goed. Eigenlijk best wel slecht. Maar tot nu toe merk ik niks bij mijn tanden. Die zijn nog lekker wit. Maar ja, dat is echt een soort van standaard ritueel nu geworden. Om elke ochtend lekker een kopje koffie. Of in ieder geval cappuccino in mijn geval dan te nemen. Of café latte macchiato. Ik vind het wel lekker. Ik heb vandaag een basic t-shirt aan. Dit jasje, die is dus van ASOS had ik hem volgens mij. Broek van Topshop. Mijn nieuwe, ik twijfel trouwens of dat ik deze heb laten zien al in een video. Maar dit zijn mijn nieuwe sneakers van mijn collectie. Daarvan zal ik trouwens ook wel een link in de beschrijving zetten, mocht je die leuk vinden. Dit zijn de Ingeborgs, maar dan in het wit. Dus lekker voor de zomer. Hier zit ook zo'n snakeprintje in. Oh jongens, ik ben echt zo slecht bezig. 3 keer rijden waar ik weer ben. Ik was zeg maar aan het rijden en ik werd op een gegeven moment zo moe. En ik had geen koffie gedronken vanochtend. Ik was het alsnog vergeten. Dus nu heb ik weer een ijsfrappé. Maar goed, ik ga gelijk doorrijden. Dan ben ik nog enigszins op tijd. Nou, het zit er alweer op. Wij hebben gedesigned. Ik heb hier allemaal kleurstaaltjes en zo. Ik denk dat jullie niet echt gaan raden wat deze collectie gaat worden. Maar I'll let you know. Hier. Het zijn allemaal... Ik hou sowieso van deze kleuren. Dit is echt mooi. Deze gaat er ook in terugkomen, dit printje. Dat is alvast een sneak peek. En deze gaat er ook in terugkomen.
Dus. Oh, het is nu al heel warm buiten. Oh, ik ben zo enthousiast over deze collectie ook weer. De vorige was ik natuurlijk al super enthousiast over. Maar nu ook gewoon, ja. Het is weer een tikkie anders. Het is echt meer richting de winterkant, zeg maar. En de Ella-blok, die is er gewoon nog steeds. Dus de hak-variant, want die kan natuurlijk ook in de winter echt super goed door. Verder komen er een paar leuke, nou, ik kan wel zeggen, leuke sneakers en leuke boots aan. Laat ik het zo zeggen. Dus ja, heel veel zin in. En als het goed is, begin september, halverwege september, dan zal de collectie ongeveer te koop zijn. Dus ik ga nog even kijken. Het kan ook iets uitlopen natuurlijk, dus hou daar ook rekening mee. Maar ongeveer in die periode, dus heel veel zin in. Ik ga even boodschappen doen. Ik ben nu bij de Jumbo en echt de afgelopen dagen hebben we alleen maar eten besteld. Omdat we, ja, qua tijd kwam het niet uit en druk, druk, druk. Dus toen hadden we zoiets van, nou weet je, dan bestellen we. En dan doe ik dan dus vandaag even boodschappen. Ik had ook niet verwacht dat ik zo vroeg klaar zou zijn. Het is nu 3:15. En om... Hoe laat? Even kijken. 3:15 moet ik zo'n beetje richting Ilse school. 3:50. Ik ben alweer thuis. Ik heb brood gehaald. Stofbrood ligt daar. Kruidenboter. En de kinderen die vinden de laatste tijd knoflookboter heel erg lekker. Dus dat heb ik ook gehaald naar kaas. We eten vanavond spaghetti. We hebben al heel lang gegeten. Carpaccio. Deze. Ila is echt gek op de rode variant van die Quaker Kids mix-up, crunchy mix-up. Is met minder suiker die. Die had ik ook een keer in een vorige vlog laten zien. Even kijken naar rucola. Nou, dit voor die croissantjes, wat Ila altijd lekker vindt. Kaas voor over de macaroni gehakt. Knapjes voor hierbij. Italiaanse bollen. En dat is lekker met die carpaccio. En ik heb van die truffelmayonaise heb ik in de koelkast staan. Nou, saus, ik was al benieuwd. Dit is van Jamie Oliver, tomato en red onion. Dus ik denk dat die wat zoeter is qua saus als ik denk aan red onion. Vanille yoghurt. Dat eten we altijd met granola. En dan die knoflookboter en tonijnsalade. Ik heb mijn haar even omhoog gedaan. We hebben de kinderen net gehaald. Dit is een soort van nieuw kapsel waarvan ik altijd dacht dat het me niet zou staan. Maar ik vind het wel, wel meevallen eigenlijk. Het pluist wel even een beetje aan alle kanten, maar goed. Ik heb macaroni gemaakt en Janae die is alvast aan het eten. Ila die is aan het buiten spelen. Ja? Het is de volgende middag. Ik ben vanochtend naar de kapper geweest. Dus mijn haar is weer ietsjes korter. Weer even laagjes goed. En nou, ik denk dat er zo'n stukje vanaf is. Ik ben aan het editen en tijdens het editen dacht ik, oh ja, ik heb deze vlog nog helemaal niet afgesloten. Ik wilde nog wel even zeggen, in de volgende vlog komt onder andere de nieuwe bank aan bod, want die komt morgen. Dus morgen vlog ik als het ware weer verder, maar dan zien jullie dus de nieuwe bank. De speakers voor de tv komen binnen. Wat hebben we nog meer wat er morgen binnenkomt? Nou, dat is wel zo'n beetje van het huis, maar dan ja, oogt het waarschijnlijk alweer gelijk heel anders beneden, want nu... staat de bank. Ik word een beetje schor trouwens. Nu staat de bank, zeg maar, onze oude bank staat er nu. En dat is niet handig voor de tv. En de nieuwe bank die komt gewoon mooi voor de tv te staan. Maar goed, dat gaan jullie allemaal in de volgende vlog zien. Voor deze vlog wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En tot de volgende vlog dus. Doei doei!